Ja, daar gaan we. Welkom bij de Tweede Kruiskatholieke. En dit is de dag van de optocht. Oh, we moeten gelijk maar even plaatsmaken. Ja, hij staat wel aan. Ik zal me niet meer mee bemoeien. Hai, Oosteruit. Kaaiendonk, dankjewel. Ja, en wat een prachtige creaties gaan we weer zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is gemaakt, waarom het is gemaakt en door wie het is gemaakt. En het is niet alleen op straat aan deze kant mooi. De mensen die langs de kant staan, echt niet te geloven. Ik was hier al om 1:30. Vanaf de Sint-Vincentius, de Laaihoek, de Zandheuvel, alles stond al bom en bomvol. Oh jee, even van de kant. Ja, en er mag weer wat gegooid worden. Ja, kom maar. Ja, natuurlijk weer in de camera. Geweldig jongens, geweldig. Wat is dat? Worden we nou uitgerookt? Jullie niet, maar de vissen wel. Dat weet je zeker. Zij hebben verse vis. Ah, ja. En dan wordt het vanzelf gerookte makreel, hè? Ja, nou volgens mij word ik ook aardig uitgerookt nou. Mijn hemel. Ja. Wat een vislucht. Nou, visdrijf, gaan we even aan de gang. Ja, dankjewel. Nou, kijk, daar zijn we met z'n tweeën in beeld. Ik kan ook filmen zien wel, hè, zo. Ja, heel goed. Ja, maar hij kan ook presenteren. Ja, nou, zo kan ik ook vloggen. Ja, dat kan. Er zit geen diepere betekenis achter, maar kijk naar de leeftijd van die mannen. En jezelf? Zelf? Ik ben een jonge god. Ik heb hier de regie, maar ja, dat helpt niet. Nee, ze luisteren weer niet naar je. Nee. Verdorie, wat doen we eraan? Ja, niks, story of my life. Ja, ik heb het geaccepteerd. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, goed die zo. Laat ik tatoeëren. Die wil ik. Ja. Op je rug! Zal de Chris echt gekleurd op gaan staan? Nou, ga er maar eens op staan. Oeps. Ja. Nou, ja. Nu sta je er gekleurd op. Ga je er mee gekleurd op? Ik ga er mee gekleurd op. Ja. Ja, nou, dan heb ik voor jullie ook nog een kleurtje. Oh, als ik zo vrij mag zijn. Want, kijk. Oh nee. Ach, jawel. Ja, jawel hè. Kijk. Dank zijn gewoon mijn kleurenknuffels. Oh, kijk. Alsjeblieft. Doe even wel te staan. Oh,
Oh god. Nou, ik ben benieuwd. Staat er gekleurd op? Geel. Mijn lievelingskleur. Nou, helemaal geweldig. Dankjewel. Elke vrouw staat hier heel graag. Nou, die zien eruit alsof ze ook wel een beste tijd gehad hebben. Jongens, houden jullie het nog een beetje vol? Huh? Of je het nog een beetje volhoudt? Ja, we houden het wel vol, hoor. Ja, dat komt wel goed. Is dit verantwoord voor de jeugdige kijkers? Laat je likken. Laat je likken. Dat is een goed advies voor iedereen thuis. Laat je likken. Nou, ik zal er eens voor gaan liggen. Nee, geintje. Die knippen we eruit. Wat hebben we hier? We hebben een ijskoekkar gemaakt dit jaar. Ja, het is een ijsje met een trekker. En dan met een ijskoekkar met de meeuwen. Ja, de meeuwen zie je altijd bij een ijskoekkar. Oh ja, dat klopt. Ja. En dan hebben we een vrouwtje en ons motto is twee bollen. En die heeft er twee goede bollen op staan. Nou, eentje vanille en eentje chocola. Ja, we hebben speciale smaakjes hier. We hebben bestbos of aanbij. Dat soort smaakjes. Nou, dat klinkt heel goed. Dankjewel. De stemming zit er goed in hier. Zeker. Vanaf hoe laat staan jullie nou wat te wachten? Vanaf hoe laat staan we hier te wachten? Vanaf 1 uur. Ja, het is wat, hè. Nu is het 3:30. Hartstikke en het begint net. Ja. 3:30 al. Oké. Nou, zoiets toch, denk ik? Ja, ik heb geen idee. Nou, het is droog. Ja, joh. Veel plezier. Ja, zie je wel. Ja. Toch gelijk. Komt helemaal goed. Prima. Ludwig, jij als optochtkenner. Maar jij hebt zelf meegelopen een paar keer. Ja. Waar moet je als deelnemer nou op letten? Op letten? Nee, de... Op je voor en je achter. Degene die voor je loopt en achter je loopt. Zijn er regels opgelegd door de jury? Dit mag wel, dit mag niet? Die zijn er maar zat. Ja hoor. Te veel om op te noemen, maar dat vind ik nou te zakelijk om over te praten. Dat is misschien leuk voor degene die een optocht willen gaan meelopen. Wel, zeker met wagens zijn er natuurlijk wel bepaalde veiligheidsvoorschriften waar je aan moet houden. Want, ja, als er wat gebeurt, dan is het feest ook weer voorbij. Ja. En jij hebt een paar keer in de groep meegelopen en alleen of niet? Ja, toch? Met z'n tweeën, alleen, in de groep, met de carnavalstichting. Ja. Mocht ik zelf voorop lopen. Ik was de allereerste. Ja. Hey, maar hoe kom jij aan je onderwerpen? Ja, nou ben jij heel erg creatief, dat weet ik. Maar toch. Ja, maar dan ben ik niet alleen. Hè. Dat is gewoon... daar moet je een beetje gevoel voor ontwikkelen. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat kunnen. Dat kan ik niet alleen. Nee, oké, dat kan je ook niet alleen. Maar je moet het wel even doen. Je moet maar wel even die 1,5 uur meelopen. Ja, dat wel. Ja. En leuk doen. Ja, wel trainen van tevoren. Nou, is wandelen jouw hobby? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar met carnaval gaat het om dat je een beetje een dubbele betekenis zoekt met je motto. Hè, iets wat, bijvoorbeeld, wat je op twee manieren uit kan leggen. Ja. Dat is vaak het leukste. Dus wat er nu voorbij komt zal ongeveer dezelfde... strekkingen hebben. Ja. En dat is gewoon een kwestie. Dat is een gevoel, hè? Dat, zoals dit. Ja. Klinkt heel goed. Ja, het maakt ook eigenlijk niet uit, hè? Wat je doet. Nee, joh. Als het maar leuter is, toch? Ja. Ja, alles kan. Alles kan in de optocht. Wim kan niet meer. Oh, oké. Okay. Ik mag commentaar. Kos staat er achterop. Ik ga gewoon eens vragen. Vertel het eens. Ja. Kannemieke? Kannemieke is 2 weken geleden overleden. Annemiek van Dranen. We hebben de jurk meegenomen. Met haar eigen insigne. En ze is toch een beetje bij ons. Nou. Op de markt hebben we een mooie ballon voor haar opgelaten. En zo denken we een beetje aan haar. En de muziek gaat over de regenboog. Hoe toepasselijk, hoe toepasselijk. Geweldig. We dansen ja. Met z'n allen op. Ja. Nou, we gaan eens even kijken.
Tico's. Ik zie hem zitten hier, hij is ook liever lui dan moe. Bakjes vol met chips. Het is niet te geloven, joh. Echt niet te geloven. Heerlijk. Ja, laat je rijden vandaag. Nee, moet trappen. Hij moet wel wat doen, nou, dat is ook voor het eerst. Stukken grote op mijn grasje. Dat is de bedoeling. Bij mij is het groener. Aan de overkant bij mij is het veel groener. Zelf, maar dat is niet altijd. Dat is echt waar. Dat is niet. Dus jullie hebben nou al ruzie. De tocht is nog niet eens voorbij. En gewoon over een stukje groen. Al de hele weg zijn we aan het ruzie en dan komen we er niet uit met die buurvrouw. Ik zou er gewoon een hek tussen zetten. Ja, die van mij is het groenst. Dus haar overkant, dus bij mij is altijd groen. Altijd. Ja, ik zou zeggen, ga je gang, leef je uit. Groot, hoog, goed. We gaan op de Willem. Wie zijn jullie? Wat bedoelen jullie uit? Ja, joh.
Goed verhaal, lekker kort ook. Prima. Jullie zijn heel kleurig. Dat was een motto, toch? Prima, kleurig. Dat is het enige wat ik verstond, ze zijn kleurig. Ja. Blijf doorgaan. Kennen jullie niet, hè? Hey Gerard. Hey. Wij hebben geluid. Wat zeg je? Hoe ging het? Ja, ik denk dat het goed ging, maar ik weet het niet. De optocht. Ik weet het niet. Het was... Ik heb maar wat geluld. Zeg ja, maar daar ben je goed in. Blijkbaar, ja. Anders hadden jullie me niet gevraagd, denk ik. Nee, nou ja, goed. Ja, je bent maar sowieso overal bij. Ik moet eerlijk zeggen, het was leuk om te doen. Ja. Alleen het is toch, wordt het overschat, denk ik. Omdat er, ja, er vallen zoveel van die gaten. Ja. Ja, en wat doe je ermee? Maar, er was een regisseur, een nieuwe blijkbaar. En die was zeer tevreden. Dus. Nou, perfect. Dus wat is het nou? Volgend jaar jou wel bellen of jou niet meer bellen? Ze mogen mij altijd bellen. We mogen altijd bellen. Geef je nummer even. Nou ben ik toch benieuwd. De knalpijp, denk. De uitlaatservice. Vertel. Ja, het is gratis service, want ze moeten zo lang in een hokje zitten. En dan doen we altijd even een rondje. En als ze dan plassen of poepen, anders houden ze de hele optocht in folders. Vandaar dat ik even uitgelaten ben. Dankjewel. Je moet weer aan de kant, ja, ook bedankt. Oh, hallo. Leuk, maar alle kleuren, hè? Ja. En jij bent de vogeldrager. Ja, we moeten nog wel afpassen. Ze komen nooit af. Ik heb er natuurlijk zelf ook aan. De vogeldrager. Ja, dat kan zijn, maar doe jij nou interviewen of ik? Maakt allemaal niet uit. Ja, hallo, het carnaval maakt er helemaal niks uit. We kunnen hem ook samen interviewen. Hey. Samen. Hey. Maar van wie ben ik eigenlijk in de dag? Ja, niet van jou, hè? Nee. Ik sta niet op jouw micro, nee. Op jouw kloppen, meid. Dan wordt het nou verwerkt. Dat is niet mijn fout. Nee, maar fouten zijn om te herstellen, hè? Dat is geen enkel probleem. Nou, hoe is het? Ja, prima. Nou, is fijn. Dan gaat er niet van mij iemand goed hier in de optocht. Is bij jou niet goed, toch? Het gaat geweldig, meid. Hallo. Het gaat geweldig. Wat doe ik helemaal? Filmen, opnemen en presenteren. Kijk toch. Voor de KRTS! Ja! Hartstikke! Hartstikke! Ga goed, hè? Doe de
jongens. Hey, ben je Karel? Oh. Oh. Ja. Tweede baas. Hallo. En ik ga een vijf zetten bij je baas. Kan je mijn poesje komen redden? Ja, waar kan ik hem over? Met de tijd meegehad, hè. Ook alleen, alleen uitkijken dat hij niet rond gaat zingen. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Maar dat komt goed, denk ik. Oké, de dames van Bisho One, stel je op. Waar moet even de laatste rechterbeweging, hè? Even lekker bij de knop in beweging. En de laatste kans. Ja, ik ga beter zo. Ga een stuk makkelijker. Oké, we tellen zo meteen af van 3 naar 1 en dan gaan we kijken welke schaatser als eerste stempelpost bouwt. Komt hij aan met z'n allen? 3, 2, 1, go! Oh, het is een nek, nek. Waarschijnlijk gaan die toch weer of voor de eerste prijs en in ieder geval voor de publieksprijs. Zijn jullie nou echt de Oompa Loompa's of heten jullie anders? Ja, we zijn echt de Oompa Loompa's, we zijn eigenlijk de vierde pierenwaaiers, dat klopt. Ja, dat weet ik. Oempa Pierenwaaier, inderdaad. Oempa Pierenwaaier. Willy Woem gaat op die roeken ergens rond. Pierenloempa kan ook nog. Wat jij wil. Het kan allemaal. Hey, vertel eens, wat zit er allemaal op en aan? En, alles wat met Scoop te maken heeft, hebben wij zoetigheid vooral, willen wij uit. We beginnen hier met een uitschulman, een pop met lollies, een fabriek in het midden, een oma met Scoop in de maan. Zitten die daar nou de hele tijd in dat karretje? Ja. Zo, dan kun je kijk uit, dan gaan we rijden. Ja. Ja, nou, hey, bedankt. Hè, hoor. Ben je die muziek nou niet zat? Nee, eigenlijk nog niet. Je zou daar toch knettergek van worden, die muziek de hele tijd. Ik vind het knap. Ik vind het sowieso knap van iedereen hoe ze het thema Leut uit alle kleuren weer hebben kunnen uitbeelden. Hoe ze uitgedost zijn. Je moet het maar verzinnen. Oh, daar gaat er nog een. Thank you.
lopen niet zien. Morgen een rookkit, oh, topkit daar. Welke kleur heb je nu? Ja! Welke kleur heb je neven? Ja! Nee! Geel! Ah. Hey, welke kleur? Even kijken, wat is een bellenvleur? Een bellenvleur. Een appel? Wit kent het? Nee, dat is niet welke bellenvleur. Hebben we de kleur? Ja, we hebben jouw kleur. Wij weten hoe kleur jij is. Ja, we. Hé, eentje. Kijk eens. 7 kleuren grond. Zo bang ben jij. Zo leuker ben jij. Oh, dat is niet geloven. De drank komt er zo aan. Hebt u een beetje naar de zin? Geniet hartstikke, u ervan? Hartstikke nou. En ja. Het is heel leuk. Wat vindt u nou zo mooi als u naar de optocht kijkt? Ja, gewoon. De mensen. Gezellig. Borreltje. Schobbelertje. Gezellig toch? Ja. Wat vindt u van het motto dit jaar? Leut het alle kleuren? Ja, alle kleuren. Hè? Ja. We staan er gekleurd op. Hè? Was eigenlijk helemaal niet moeilijk. Nee, ik vond het helemaal niet moeilijk. Hebt u het goed uitgebeeld in de optocht? Ja hoor, toch wel. Hè. Toch wel, hè. Ja, er schieten wat af daarachter. Ga eens even kijken, wat gebeurt er allemaal? Ja, ze zien er wel weer prachtig uit, hè, die wagens. Ja, schitterend. Net oh, ook, hè. Een van, flink glas, want je moet het samen delen. We moeten samen delen. We moeten er heel lang mee doen, hè. Ja, nou. Komt allemaal goed. Proost. Proost. Proost, hè. Proost. Daar mag er geen plastic meer op de weg. Dan moet je eens kijken joh, wie ruimt dat morgen allemaal op? Het sneeuwt. Jazeker. Ja, nou, je ziet er weer fleurig uit. Dankjewel. In de mooiste straat van Oosterhout. Sowieso de gezelligste. Sowieso, maar met de optocht? Ja, alleen met de optocht. En normaal gesproken door het jaar heen ook de mooiste.
Door het jaar heen zijn alle straten mooi. Maar nu met de optocht? Nou, volgens mij vermaak jij je wel. Nou ja, speltje van het gemeentehuis. Zeker ja, ik was erbij. Ja, volgens mij woon je daar. Bijna. Bijna wel, ja. Ja, zeker waar. Even fun. Met wie ben je trouwens allemaal hier? Nou, met mijn broertje en mijn gezin. Die staan daar ergens. Die bent ze nou al kwijt. Nee, ik ben ze niet kwijt. We kunnen er wel even heen lopen, als je wil. Nou, dan gaan we even het gezin ontmoeten. Kom maar. Hallo. Alles goed? Oh, god. Kom maar wezen. Ah, dat is eng, hè? Hoeft niet, hoor. Hoeft niet. Hoeft niet. Het is carnaval. Hoeft niet. Die is wel vrolijk, hè? Zeker weten. Die vindt het helemaal leuk. Ah, oh, super. Ja, wij zijn op zoek naar de stem van Oosterhout. Dus er gaat iemand... Oh! Iemand met een microfoon! Nou, wacht even. Ja, let op. 3, 2, 1. Ik zou zeggen, meid, succes. Hoe wil je het hebben? Moet ik dit, met twee microfoons. Met twee microfoons, nee. Moet ik dit zingen? Zingen. Moet ik het boeren? Moet ik het even van langs de oogst? 1000 bomen ben ik gedachten. Ben aan het dromen. Zit in mijn auto. Ik ga helpen. Kom erbij. Ik ga genoeg. Ik heb mijn leven. Ik heb alle tijd. Jij verdient een onderscheiding, man. En nu? Zonder zorgen. Nergens aan denken. Stoppen om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Hey. Waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Deze stop weer. Ja, bijna maar. Nu dat er een engel op aarde bestaat. Oh, tweede stem. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Dat zo'n engel bewaarder op je let. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered. Dankjewel. Microfoon. Ja, twee. Maar wij zoeken nog mensen voor een nieuw programma Geringo. Normaal doen we iets met oude meesten, hè? Ja. Maar wij dachten, dat doen we nou gewoon weer. Dus wij zochten eigenlijk jou. Wil jij mee? Ben ik oud genoeg? Nou ja, er zit hier al wel een grijs pluksje, nog zelfs al wit. Ja. Dat is confetti. En een rooi nuske. Dat hebben we ook vaak oude meesten, toch? Woo!
is met je staartje. Kijk eens. Dat is de natte neusenshow van de Tros. De Tros, bestaat die eigenlijk nog? Afro-Tros, maar vroeger al alleen de Tros. De natte neusenshow. Als je van de Tros kun je OBTS maken. Van de Tros kunnen we OBTS maken. Ja, dat doen we dan dus ook. Ja, pardon. Ik kom even buiten de lijntjes kleuren. Sorry, ik moet er even langs. Daar hou ik van. Doe maar. Een beetje hoog. Oh. Wacht even, wacht even. Ja. Hoe gaat ie? Het gaat. Laten we het daarop houden. Ja, okay. Wel leuk dat ik jullie hier ook zie weer in de straat. Nou, gezellig. Als er een feestje is, zijn wij erbij. Ja, ik weet het. Ik ook. We staan in de weg. Joost is wel de beste Oosterhouter van dit jaar, hoor. Nou, bij deze. Ja, wil je nou een lintje? Ja, ik heb nog geen lintje gehad, dus bij deze. Ja, hebben jullie wel eens kleur bekend? Ja, wel. Welke kleur? Dat maakt dus niet uit. Nee, de hele regenboog hebben wij, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Wat op mijn neus. En over 4 jaar hebben wij een nieuwe Prins Carnaval. Hier staat hij. Ja, hachigi. Nee. Ja, het kan wel, het kan wel. Deze carnavalsdag. Ja. Zeg maar dag tot morgen. Doei tot morgen. Kijk. We moeten halen op en de snelheid van. Nog een likkie, nog een likkie, nog een likkie. Hey.
al die rare